Hallo allemaal, nieuwe Marketing Talk met Jens de Meester. En vandaag gaan we het hebben over storytelling. En we gaan proberen een antwoord te vinden op een specifieke vraag die we regelmatig krijgen. Namelijk, moeten we delen uit ons privéleven gaan delen in onze communicatie online die eerder bedrijfsgericht is? Moeilijke vraag. Heel moeilijke vraag. Ja. Maar mijn advies zou zijn, ja. Okay. Zeker doen. Dankjewel voor deze video. Nee, waarom? Ja. Waarom? Los van het privéleven. Ja. Waarom is storytelling belangrijk? Storytelling is enorm, enorm belangrijk. Wel, we hebben hier ons lijstje gemaakt, we hebben bepaalde dingen opgeschreven zelfs. Ja. Hè? Ja, waarom storytelling? Sinds het begin van de tijden vertelden mensen al verhalen aan elkaar. Ja. En dat is heel... En dat is een goede manier om te vereenzelvigen met de doelgroep. Hè? Als jij een verhaal vertelt en ik herken mij daarin, dan is dat... Ja. Dan ga ik daar ook al mijn eigen vereenzelvigen met u als persoon. Dat maakt u ook natuurlijk menselijker. Sympathieker. Ja, sympathieker, maar ik ga je ook mezelf herkennen, dus herkenning. Dus dat is onder andere één reden waarom je sowieso aan storytelling moet gaan doen. Ja. Andere zaken zijn... Tot ervaring. Voilà. Ja. Dus als je verhalen vertelt over dingen die je hebt meegemaakt, dan toont je dat je die ervaringen al gehad hebt en dat je dus een bepaalde expertise hebt opgebouwd door de ervaringen die je gehad hebt. Ja, een voorbeeldje daar, bijvoorbeeld, dat wij vaak vertellen is dat wij in het verleden ook al eens 12.000 euro geadverteerd hebben bijvoorbeeld. Ja. Dat het ook gezegd is misgelopen. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken die dat je uit je achtergrond kunt gaan vertellen, wat dan mensen zeggen van oké, ik herken mijn eigen daarin. Dat is interessant, die weet waar je over spreekt. Andere zaken zijn onthouden, hè. Mensen onthouden verhalen. Ja. Je kunt zeggen dat je bepaalde producten of diensten hebt, maar iemand anders heeft die ook gewoon. Maar als je echt een verhaal daarbij vertelt, en de mensen onthouden dat één verhaal dan waarschijnlijk. Ja, zijn er enorm veel verhalen dat je kunt vertellen natuurlijk, waardoor dat je ineens weet van oké, daar moet ik aan denken. Ja. Ander iets is natuurlijk ook, het komt niet salesgericht over als je een verhaal vertelt. Ja. Wat ook niet moet zijn. Hè. Je moet eigenlijk, als je een verhaal vertelt, moet het eigenlijk gaan over hoe kan ik kennis overbrengen op een manier dat de ander snel begrijpt, maar ook waar dat je een relatie gaat opbouwen en niet zozeer focust op die sales. Het is ook moeilijk als je veel wilt communiceren, wat we al vaak gezegd hebben dat veel contactpunten, veel communiceren belangrijk is, dat je altijd over datzelfde product van je gaat. Dat wordt een beetje saai, hè? Dat wordt echt altijd opnieuw diezelfde sales pitch. Dat is heel moeilijk, dus je kunt ook wel veel meer gaan differentiëren in de communicatie. Gewoon, Dus als je verschillende verhaallijnen hebt, kun je gewoon wel babbelen. Ja. Maar die gaan uiteindelijk wel altijd moeten terugleiden. Ja. Nou, uiteindelijk het product of dienst natuurlijk. We hebben al vaak video's gemaakt over contactpunten. Hoe meer contactpunten is relatieopbouw. Ja. Right, hè? Een vraag die kwam tijdens ons webinar was, moet ik dan bewust een andere rol gaan spelen? Ja. Dat is een goede vraag natuurlijk. Laten we beginnen met, je moet geen dingen gaan verzinnen. Je moet niet gaan liegen, ook niet over dat je zei wat je doet. Nee. Maar je kunt ook wel kiezen om bepaalde zaken niet te gaan vertellen. En bepaalde zaken wel. Dus echt specifiek, sowieso, je verhaal gaan vertellen. Ja, sowieso past je identiteit altijd wel een beetje aan. Hè? Ja. Als jij naar een voetbalmatch gaat, of je gaat naar een business event, of je gaat naar je werk, dan doet je ook andere kleren aan. Ja. Dus je past je identiteit sowieso een beetje aan. Ja. Daar is niks mis mee. Nee. Dus je kunt best ook gaan je verhaal vertellen over je andere identiteiten. Ja. En wat krijg je dan? Mensen gaan zich herkennen, ook in je andere identiteiten, en gaan zich vereenzelvigen en gaan je sympathiek vinden en gaan zeggen, dat is iemand zoals mij. Ja. Right, bijvoorbeeld, als ik zou iets vertellen over voetbal, want weinig mensen weten dat ik een voetbalachtergrond heb. Dat is dus niet waar, dus je mag niet liegen. Nee, maar dan zouden mensen wel zeggen, kan ik eens met een café gaan over voetbal babbelen. Ja. Hetzelfde als ik zeg van, ik ben helemaal geen fan van voetbal, dan ga ik ook niet graag met iemand op café over voetbal vertellen. Nee, dat natuurlijk. Tof. Als jij een voetbalfan bent, dan ga je op café, dan wil je graag een voetbal vertellen. Als het tegenover je een econoom zit, je vindt elkaar niet. Nee. Ja, dan ga je geen match zijn. Nee. Ja. Dus die verhalen en die storytelling, dat is eigenlijk een manier om mij te gaan zeggen van oké, als jij een verhaal vertelt over onderwerp X en een andere vindt onderwerp X interessant, dan gaat hij zeggen van dan kan ik een gesprek mee voeren. Daar heb ik een match mee. Oké. Dus dat is eigenlijk... Ik heb een goed voorbeeld. Ja. Ik heb een goed voorbeeld. Ik was aan het luisteren naar een podcast van Marie Dreu. Ja. En het was een interview met Peter de Keizer van Growth Inc. Ja. En in dat interview vertelt hij dat hij elk jaar naar Graspop gaat. Ja. En dat hij een metal fan is. Ja. Zou ik niet verwachten? Ja, totaal niet verwachten. Die man is een econoom. Ik kijk er sowieso al een beetje naar op. Ik vind dat hij heel interessante inzichten heeft.
En dat heb ik dus onthouden. Ja. Uit dat duur interview, dat is wat mij echt is bijgebleven. Want dat is gewoon een metal fan. Waarom? Ja, ja. Ja, ik heb zelf ook een beetje een muziekachtergrond. Ja. Ik speel een gitaar en ik denk van, oh ja, ik heb even mij ook een beetje zoals hem gevoeld. En, ja. En dat heb ik onthouden. Dus die storytelling daar, bewust of onbewust, ja. Het feit dat hij een beetje inzicht heeft gegeven in zijn privéleven, is me echt bijgebleven. Ja. Misschien meer dan alle andere verhalen die verteld zijn. Gewoon. Dus daar gaat je vriend zelf in. Een ander voorbeeld? Een ander voorbeeld, dichter bij huis, is mezelf. Toen ik hier kwam solliciteren, ondertussen ook al 4 jaar geleden. Ja. Ik was eigenlijk voor de functie van marketing medewerker. Ja. Maar wat ik toen had gedaan, was niet zozeer spreken ik heb dit gedaan, dat gedaan, van marketing. Nee, ik heb eigenlijk gewoon mijn verhaal verteld, mijn achtergrond. Want ik wist, Joel Ferm, surfer, skateboarder. Dus ik wist, ik ga ook moeten vertellen over mijn achtergrond in skaten. Dus wat weinig mensen weten, dat ik vroeger, toen ik 18 jaar was, een eigen skateboardmerk had. Ja. Dat heb ik daar verteld. Ik heb ook een jaar in Frankrijk gewoond, ook aan het surfen geweest. Ja. Dus dat heb ik ook allemaal toen verteld tijdens sollicitatie. Absoluut. Waardoor ik eigenlijk meer die connectie had gemaakt op dat niveau, dan puur in het kader van mijn job. Wat krijg je dan als je een cv krijgt en er staan een paar dingen op waarvan je denkt, dat is een beetje in mijn leefwereld toch? Dan krijg je het gevoel van, my kind of guy. Dat wil ik zeker eens mee spreken. Vereenzelviging, herkenning. Absoluut. Dus dat is zeker een... dat is een rol die ik toen niet zozeer gespeeld heb, maar dat was wel mijn achtergrond die er gemaakt heeft dat ik... Als je ze niet verteld had, had je misschien niet gezeten. Voilà. Dus storytelling. Storytelling is belangrijk, ja. Je had nog een internationaal voorbeeld. Een internationaal voorbeeld, dat is echt wel interessant. We kunnen zeker eens naar kijken. Dat gaat meer over politiek, maar ook storytelling belangrijk is. Bijvoorbeeld een van de belangrijkste adviseurs van Poetin, vraag me niet dat ik het weet, maar dat is Vladislav Surkov. Ja. En die heeft een achtergrond in theater. Ja. Dus die heeft ook al door dat het heel belangrijk is dat je bepaalde dingen uitvergroot, rollen maakt, een beetje theatraal communiceert. Ja. En dat is wel een interessante. Dus zeker is de kijker waard. Hoe moeten we dan, waar moeten we die storytelling dan gaan gebruiken? In uw digitale communicatie, want daar gaat het eigenlijk. Zeker als je, wat wij doen, is communiceren op LinkedIn. We vertellen verhaal op LinkedIn, we vertellen deze video op LinkedIn. Wat doen wij? Dus jij doet dat en ik doe dat. Ja. Ik doe dat samen met u dan in de video's, maar ik heb ook mijn eigen bedrijf JJ's, waar ik ook nog content voor post. Absoluut. Dat is natuurlijk andere content die ik daar post, een andere manier van storytelling. Maar wat we nog zou kunnen doen is bijvoorbeeld dat iedere medewerker ook zijn eigen verhalen post op LinkedIn. Want je vertelt een verhaal, ik vertel soms over mijn vorige bedrijf, Bortix, en dan zie je dat veel mensen zeggen, ik ben nooit mee geweest, of die herkennen zich daar, dus dat is goed. Maar ik zit in heel veel dingen, heb ik niks mee te maken. Nee. Dus als andere medewerkers hun verhaal zouden vertellen, ergens gelinkt aan het bedrijf natuurlijk, hè, met de juiste insteek, dan gaat je veel meer sectoren of interessepunten gaan raken. Ja, voilà. Dus dat zou een strategie kunnen zijn in het bedrijf. Ja, waardoor dat mensen zich misschien meer kennen met uw marketingmanager dan met u. Maar dat is weer ook wel een match, waardoor je terug die relatie opbouwt met die persoon, maar ook met uw bedrijf. Absoluut. Dus dat is wel een interessante. Laat uw medewerkers ook content posten op social media. Ja. Laat ze verhalen vertellen uit hun achtergrond, dat ook weer terugkomt en gelinkt wordt. Het moet niet altijd gelinkt worden naar uw bedrijf, maar dat die relatie ook wordt opgebouwd met uw medewerkers gewoon. Absoluut. Dus daarom, dat is wel een goede tip. Ja. Vertel die verhalen en laat iedereen in de onderneming dat doen. Ik wil nog even naar de ads-kant gaan, want natuurlijk, zeker Facebook-ads in dit geval, is eigenlijk vaak het opschalen van je content. Je hebt een organische reach, maar die is beperkt en die kun je gaan schalen door te gaan advertisen. Een tip om in advertising storytelling te gebruiken en te targeten. Ja, ik zou misschien het doen aan de hand van een verhaal. Hè? Ja. Wat wij vroeger deden was, we doen een advertentie, wij maken een website. Ja. Ja, super, je gaat doen websites. Ja. Maar dan gaat er niemand niet meer overtuigen. Nee. Maar als je een verhaal vertelt van lang geleden was ik oprichter van Bornix. We wisten dat 100% van de boekingen verliepen online. Dus we wisten dat we online zeker sterk moesten zijn. Jarenlang heb ik eigenlijk die website geoptimaliseerd. En ik wist perfect wat werkt en wat werkt niet. Ja. En dankzij die ervaring heb ik nu een nieuw product in de markt gezet. Zijn Webhero. Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal dan dat je zegt van wij maken websites. Ja, klopt. Aansluitend, de kracht van die advertenties is dat je inderdaad
je verhaal zelfs kunt aanpassen. Hè. Je kunt AB-testing doen in je advertenties. Je kunt bijvoorbeeld vandaag één advertentie live zetten met die tekst, dat verhaal. En dan vervolgens een andere versie van die advertentie met een ander type verhaal. Ja. Of je kunt die advertenties ook gaan naar andere doelgroepen sturen. Maar we gaan geen verhaal verzinnen, hè? Nee, we gaan geen verhaal verzinnen. Maar je gaat die wel afstemmen op je doelgroep. Ja. Dus bijvoorbeeld, als je zegt, ik heb bijvoorbeeld een referentie in de bouwsector. Ik heb een klant en dit is me gebeurd met die klant sinds dat hij een website heeft. We hebben die SEO geoptimaliseerd. Ja, heeft hij veel meer traffic en krijgt hij meer aanvragen. Dus we hebben bepaalde expertise in de bouwsector. Dan gaan we die ad ook alleen maar targeten aan mensen in de bouwsector natuurlijk. Ja. Dus we gaan je verhaal niet verzinnen, maar je gaat wel een ander verhaal vertellen, soms in ads, aan een andere door. Ja, stel dat je bijvoorbeeld op een sportcoach bent en je geeft groepslessen bijvoorbeeld in verschillende regio's. Ja. Dan gaat je ook zeggen van, ja, zit jij een vrouw uit Leuven? Oké, dan moet jij hier bij mij zijn. Of zit jij een vrouw uit, ik zeg maar, het Herent? Oké, dan moet jij hier bij mij zijn. Dus ook daar kun je weer al locatiegericht je boodschap ook gaan aanpassen. Ja. Maar het verhaal aanpassen is enorm belangrijk. Waarom? Ja, dan gaan die mensen zich meer snel herkennen. En dan gaan die zeggen van, dat ben ik. Ja. Dat is voor mij op maat geschreven. Ja. Dus heel belangrijk om toch verhalend die advertentie te gaan opzetten. Storytelling it is. Storytelling. En ja, vertel je verhaal. Dus om antwoord te bieden op de vraag, moet je een beetje deel uit je privéleven? Absoluut, want daar komen gekke dingen uit voort. Connecties die je nog niet wist dat bestonden, komen ineens heel veel boven. Ik heb nog een voorbeeld. Laatste voorbeeld, dan sluiten we af. Ik had een connectieverzoek verstuurd naar iemand op LinkedIn. Ja. En die antwoordt mij, hey, ik heb gezien dat je daar op school hebt gezeten. Ja. En ik begin er een conversatie aan. Ja. Maar ik kende die persoon niet. Ja. Dus het raakpunt was daar mijn middelbare school. Ja. Dat kan voetbal zijn, dat kan surfen zijn, dat kan van alles zijn, dat kan economie zijn. Maar in dit geval, dus je moet eigenlijk raakpunten zoeken en communiceren over die raakpunten. Ja. Ja. En dan gaan het de mensen bereiken met storytelling. Ja, voilà. Absoluut. Alsjeblieft. Video van de week. Volgende week zijn we terug. Ciao, ciao.